Schreef ik enkele weken geleden dat er hier nooit eens iets gebeurde, dan werden deze woorden al spoedig gelogenstraft. Toen bleek dat Netherfield, het nabijgelegen landhuis, verhuurd was aan twee knappe jonkmannen, de heer Bingley en zijn vriend de heer Darcy, in wie mama reeds dadelijk huwelijkskandidaten voor ons vermoedde. Maar er gebeurde meer. De landweer werd in onze plaats gelegerd en bovendien ontving mijn vader vandaag, de 18e januari 1796, een brief. Ja, een brief van mijn achterneef, William Collins. Zo. Eens kijken wat de schriftuur van deze nagel aan mijn doodkist inhoudt. Hans Vaarten, 3e januari 1796. Hooggeachte heer. De oneenigheid die bestond tussen u en wijle uw achterneef, mijn hoogvereerde vader, heeft mij altijd mishaagd. Door mij niet, hè. Van de doden niets dan goeds, maar als levend verschijnsel was je vader werkelijk ongenietbaar, mijn jongen. Als dominee acht ik het mijn dwingende plicht de zegen des vredes te bevestigen in alle huisgezinnen, te beginnen bij mijn eigen bloedverwanten. Laat de omstandigheid dat ik als oudste mannelijke nakomeling van uw geslacht in rechte lijn het erfrecht bezit op uw huis en goed voor u en de uwen geen beletsel zijn de door mij aangeboden olijftak te aanvaarden. Ik heb het al gezien, jongen. Je hangt van gemeenplaatsen aan elkaar, net als je vader. Indien u er niets op tegen hebt mij ten uwen te ontvangen, zal ik zo vrij zijn mezelf het genoegen te doen u en uw familie te bezoeken op maandag 18 januari om 4 uur. Dat is dus vandaag. Ik hoop dan van uw gastvrijheid te mogen genieten tot de zaterdag der week daarop volgende. Ik dank u. Dat kunnen een paar gezellige 14 dagen worden. En hoe gaat het, mijn snoetje? Schiet je al wat op met die etudes? Hè? Hoe zijn de vorderingen vandaag? Die laten zich moeilijk nagaan. Dat u me hebt verboden enig gerucht te maken op het spinet. Maar stille muziek, mijn liefje. Dat is je ware. Stille muziek. Is dit nu het borduurpatroon wat je kortelings zelf hebt ontworpen, Jane? Ja, papa. Dat is zeer begaafd, mijn kind. Buitengewoon geslaagd, hè? Nou, ik ben er zeker van dat de heer Bingley ter zijner tijd zijn tafel met geen ander kleed gedekt wil zien. Maar papa! Kom, mijn duifje, het is al goed, hoor. Ik hoop dat jullie er veel plezier van mogen beleven. Ik hoop wel, lieve, dat je vandaag gezorgd hebt voor een iets wat overdadiger maal dan gewoonlijk. Waarom? Omdat we een gast krijgen. Een gast? Wie? Een lid van het sterke geslacht. Te weten het mijne. En om nog nauwkeuriger te zijn, een vrijgezel. Oh, meneer Bingley, natuurlijk. Waarom heb je ons dan nog niet van gezegd? Stotertje. Maar ik weet echt van niets. Het is niet de heer Bingley, het is iemand die we nooit eerder gezien hebben. Ik begrijp niet dat jij een vreemde hier op een diner kunt uitnodigen. Ja, dat ben ik toe gekomen omdat hij me die gedachte eigenlijk zelf ingegeven heeft. En gemaakt heeft dat iedere afwijzing zou komen als mosterd naar de maaltijd. Want vandaag komt hij en vandaag heb ik zijn brief gekregen. Wanneer? In de nanoen, om ongeveer 4 uur. En hij blijft 14 dagen. Wie is het, papa? Mijn achterneef, William Collins. Die jullie, zodra ik de laatste snik gegeven heb, allemaal het huis uit en de straat op zal kunnen schoppen. Waarom heb je daar toch nooit iets tegen gedaan? Van huis en haard verdreven te worden door zo'n verfoeilijke creatuur. En dat alleen omdat we geen zoon hebben. Ja, William, lieve, de opvolging van dit huis gaat nu eenmaal naar een mannelijk erfgenaam. Daar is niets aan te veranderen. Ja. Er is absoluut niets aan te veranderen. Het enige wat jullie overblijft, dat is mij van stonde af aan, van ogenblik tot ogenblik, met de liefderijkste zorgen te omringen. En te blijven hopen
dat ik onze weleerwaarde neef overleef. Maar ik meende dat onze familie al 70 jaren in onmin leefde, papa. Hij is van zins ons lief te hebben. Hij, onze vijand, wil onze vriend worden. Maar waarom? Ik geloof dat hij iets voor heeft met zijn komst. Aha, ik heb altijd wel gezegd dat mijn Lizzie kon denken. Maar welke bedoeling heb je dan op het oog, Lizzie? Nou, hij is dominee en een man, nietwaar? Ja, laten we dat om je betoog te vergemakkelijken als vast aan de aannemer, lief. Is hij ongehuwd? Ongetwijfeld. Hoe oud? Nou, tegen de 35, geloof ik. Juist. Dan is mijn standpunt volkomen duidelijk. Mijn lief, ik heb altijd gedacht dat jij je scherpzinnigheid van mij geërfd had, maar nu begin ik eraan te twijfelen. Ik ga naar boven om de logeerkamer in orde te maken. Maar ik dacht dat u hem zo'n verfoeile creatuur vond, mama. Men moet zijn bakens op tijd weten te verzetten, mijn kind. Bovendien is het heel liefdeloos iemand verfoeilijk te noemen, wie het dan ook is. Ik zou graag willen dat er van stonden af aan een christelijke atmosfeer in dit huis begon te heersen. Kom mee, Jean. Wij gaan de logeerkamer in orde maken. Ja, mama. Wat is het voor een man, papa? Nou, dat is een brief te oordelen, een malle man. En een vreemde mengeling van slaafsheid en eigendunk. Maar we kunnen onze vijandige neef, met zijn hart vol barmhartigheid, nu ieder ogenblik op de stoep verwachten. Ja, het is op slag 4 uur. Ah, daar is hij en stipt is hij ook nog. Nou ja, dan kunnen we werkelijk alles verwachten. Stipte mensen zijn principieel onmogelijk. Ga hem open doen, Mary. Wij zijn in onze studeerkamer. We hebben daar aan ons voorbereiden. Mijn eerste ontmoeting met hem wil ik tenminste op eigen terrein hebben. Wat is hij voor iemand, Mary? Oh, dat kan ik je niet vertellen. Maar je hebt hem toch zelf binnengelaten? Oh ja, maar hij is onbeschrijfelijk. Kijk zelf maar. Ga dan eens even weg. Zo was ik na mijn wijding zo gelukkig vereerd te worden met de bescherming van de hoogedele douarière Lady Cassel de Buck, wie er wel de gunst mij heeft uitverkoren tot de uitoefening van het predikantschap te Huntsford. U schijnt nogal tevreden te zijn met uw beschermvrouw. Bovenmatig. Minstens 2 maal per week nodigt ze mij uit om met haar het, ik mag wel zeggen, zeer rijke maat te delen. Gisteren nog liet ze mij de pastorie halen om met haar een spelletje kaart te leggen. Maar kan ze u dan wel missen, 14 dagen lang? Ze heeft haar teleurstelling meesterlijk verbruggen, zoals men dat van een vrouw waarvan zo'n hoge geboorte kan verwachten. Ze heeft mij gezegd mij door niets te laten behouden om mijn familiezaken te regelen. Nou, dat is inderdaad nobel. Dus je kunt rustig bij ons blijven logeren. Hè? Gaat u dan toch zitten, neef William? Nee, meneer Bennet. Oom, het is voor mij een verademing om na de lange reis per diligence de benen weer eens te kunnen strekken. Ik moet zeggen dat deze studeerkamer mij bekeurt. Hoewel hij natuurlijk niet te vergelijken valt met de studeerzaal of Rotings, het landgoed van Lady Catherine. Komt zij ver van u af? Integendeel. Rosings Park is slechts gescheiden door een laan van mijn nederige stulp. Als Lady Catherine en haar dochter voorbij komen, met het rijtuig houden ze stil om mij te wenken. Waarom? Gewoon, om een praatje te maken, gewoon. Oh, gewoon. Oh, dus ze heeft wel tijd voor u, hè? Zeker, zeker. Behandelt mij als haar gelijke. Velen vinden haar trots, hooghartig zelfs. Maar tegenover mij is ze altijd de beminnelijkheid zelf. Begrijpt u dat? Nee. Mijn brave man bedoelt dat er nogal enige tweespalt is in haar karakter. Helemaal begrijpen doe ik haar ook niet. Wellicht gaat het boven ons bevattingsvermogen. Een dergelijke edelaardigheid van karakter, van geslacht op geslacht opgebouwd, verfijnd, bijgeschaafd, gepolijst. Die aardig schrijfbureau? Ik houd zeker. En solide, mag ik wel zeggen, heel solide. Oh, gaat u dan toch zitten, beste? Nee, nee, mijn waarde oom. Jawel, jawel, kom, nee, zet nee. U. Vrij stuk werk. Hij die dat gemaakt heeft, verstond zijn ambacht. Antiek zeker. Mm-hmm. Zit nog gemakkelijk ook. Heel aangenaam, mag ik wel zeggen. De meubels op Rosings zijn vervaardigd van kostbare houtsoorten die men ergens elders ziet. Hoewel ik er aan toe te voegen dat het gebruik ervan wel eens min of meer gedwongen houding vereist. Zei u niet dat Lady Catherine een dochter heeft? Jazeker.
Mejonkvrouwe Aardenburg, de erfgename van Rozings. Ik heb meer dan eens een ledekassen opgemaakt dat mejonkvrouwe Aarde alles bezit om een geboren hertogin te zijn. Ze scheen zeer gestreeld door deze hulde aan haar dochter. Het is nu eenmaal een genoegen haar soms die fijne woordjes toe te spelen die zo immens in haar smaak vallen. Trouwens, in mijn bescheiden mening, is het voor de meeste vrouwen nogal complimenteus iets aardigs te zeggen, niet waar, mevrouw Bennet? Tante? Ik heb nog geen compliment van u gehoord. Vergeef me, dan zijn ze mij u ontgaan. Misschien waren ze te fijn van nuance, waardoor ze ons zijn ontglipt. En zijn uw vlooierijtjes het resultaat van plotselinge opwelling of van voorafgaande studie? Soms denk ik ze van tevoren uit. En een andere keer komen ze vanzelf bij mij op. Maar om op ons uitgangspunt terug te komen, mejonkvrouwe Anne is dus de erfgename van Rozings. En daarmee mag zij zich zeer gelukkig prijzen. Ja, Rozings kan iemand nog erven. Hier niet. Onbillijk, vindt u niet waar, de neef? De achtergrond van deze opmerking is mij volkomen duidelijk, lieve tante. Stem mij toe u en mijn waarde oom thans de reden van mijn bezoek te verklaren. Wanneer het droeve gebeuren van uw verscheiden inderdaad een feit zal zijn, waarde oom, zal het afstaan van uw huis, Longbourn, aan een betrekkelijke buitenstaander, bijzonder pijnlijk voor u zijn. Wellicht zal deze zo zure druif verzoet kunnen worden door de wetenschap dat dan, op het tijdstip van uw betreurd heengaan, deze betrekkelijke buitenstaander wellicht, naar uw hopen reeds lang, uw schoonzoon geworden zal zijn. Kom, dat heengaan van mij, dat heeft nog zo'n haast niet. Maar u wilt dus een keuze maken uit onze dokters. Het is mij een lust en een vreugde een van hen mee te voeren naar mijn pastorie als mijn dominee. En het zal tevens voor u een genoegdoening betekenen in verband met de erfenis, die zodoende toch door mij gedeeld zal worden met uw eigen vlees en bloed. Het is mijn behoefte eraan toe te voegen dat u de Kasselin mij bijzonder heeft aangemoedigd tot het nemen van deze stap, zodat ook mijn echtgenote op haar welwillendheid kan rekenen. Wij hebben 4 dochters. 2 zijn nog zeer jong. Maar de andere 2 zijn volstrekt huwbaar. Stem mij toe, waarde neef, u aan hem voor te stellen. Tenminste, als mijn man hun ogenblikken zou kunnen missen. Graag. Hier zijn mijn 2 oudste dochters. Dit is Jane, dit is Elisabeth. Onze waarde neef William Collins. Wie is de oudste? Ik, neef. Zowel de meerdere in jaren als in schoonheid. Jean zal zich binnenkort verloven. Maar de anderen zijn nog volkomen vrij van dergelijke banden. Maar mama, u bent zo voorbarig. Elisabeth is nog vrij. Mama, neemt u me niet kwalijk, maar ik moet me nu haastig gaan verkleden voor het avond. Helemaal niet. Jij blijft hier om dominee Collins gezelschap te houden. Terwijl Jean en ik nu naar boven gaan om de logeerkamer in orde te maken. Kan ik u, denkt u, het aangenaamst bezighouden, waarde neef? Het geeft me reeds een grote voldoening alleen naar u te kijken, lieve nicht. Een welgekozen compliment. Stellig overdreven, maar toch heel keurig en net. Dank u zeer. Kan ik iets voor u spelen of zingen? Wel zo, zijt gij die kunstenmeester? Evenzo als ieder andere jong meisje die een jonkman met dergelijk gestuntel moet kunnen behagen. Lieve nicht, ik heb uw ouders reeds uiteengezet dat ik hier ben gekomen met een bepaald doel. Een bewonderend oog te kunnen werpen op een mijner nichten ten einde. Nee, maar ik geloof dat om niet de tijd daar is mij nu reeds nader te verklaren. Lydia! Mary! Oh, wat een gelukzaligheid! 2 van mijn dochters binnenkort gehuwd te zien. Kus me, kinderen, kus me!
Hier mevrouw King. De heer mevrouw Hillstone. Weledel geboren heer Bennett en familie. En ik die dacht dat je dat belachelijke idee om een bal op Netherfield te geven wel had opgegeven. Merkwaardig. Te meer dat je me net 20 uitnodigingen hebt zien schrijven. Heer mevrouw Tiller. Heer Jefferson en familie. Dominique Collins. Collins? Ja, de vertrouwelingen van onze tante, Lady Catherine de Bourgh. Hij logeert op het ogenblik bij de Bennets. Ik kan hem dus moeilijk overslaan. Maar een dominee! Verschrikkelijke lieden hier allemaal. In ons graafschap daarentegen. We zijn nu eenmaal niet op damesje. En dus moeten we ook het gezelschap hiervoor lief nemen. Als je me niet altijd hoefde te dansen, als je maar kon blijven converseren. Dan zou het geen bal meer zijn. Bovendien zouden de mensen niet zo dicht bij elkaar brengen. Nee, ik hou wel van een bal. Daar zie, ga je mee een eindje wandelen? In die sneeuw? Waar naartoe? Oh, ik moet even een van deze uitnodigingen persoonlijk afgeven. Aan de Bennets natuurlijk. Goed gedaan. Ga je mee, Darcy? Misschien doet zich de gelegenheid voor om nog eens in de blauwe kijkers van mevrouw Elisabeth te staren. Dat is een detail wat ik niet over het hoofd gezien heb. Maar Darcy! Als je zoet brengt, dan breng ik wafels voor je mee voor het zoet binnen. Warme wafelen! 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 En dit waar de neef is het winkeltje waar wij de meeste van onze inkopen doen. Al die ditjes en datjes die ons mannen zo snel op de knieën kunnen dwingen. En daarachter is de kerk. Hij is heel oud. Naar de gedenksteen te oordelen tenminste. In Huntford hebben we ook zo'n oud kerkje. Vindt u het goed dat ik hem ook eens van nabij bekijk? Natuurlijk. Bekijkt u hem vooral van zo dichtbij mogelijk. En neem uw tijd. Dank u zeer. Neem alle tijd. Tel de stenen voor mijn part. Arme Lizzie. Oh, die man is niet van me weg te slaan. Wat een verademing. Oh, kijk eens, daar heb je kapitein Danny. En nog iemand die ik niet ken. Ik vraag me af wie dat zijn kan. Zacht wat, Lydia, anders komen ze hierheen. Nou, dat is juist de bedoeling, daarom heb ik ze ook al toegewuifd. Goedemiddag, kapitein Danny. Goedemiddag, meneer Valeria. Goedemiddag, meneer van Elisabeth. Mag ik u meneer Wickham voorstellen? Die binnenkort ons regiment komt versterken. Meneer van Elisabeth Bennett en meneer van Lydia Bennett. Die daar, dames. Gaat u werkelijk in het leger, meneer Wickham? Jazeker, mevrouw. Wat heerlijk. Want u hebt echt alleen nog maar een uniform nodig om er waarlijk van blindend uit te zien. Het is duidelijk dat ik alleen nog maar een officiers nodig heb om een officiersplaats te kopen. Ach, Lizzie, geloof je dat het goed is dat meneer Wickham vanavond met kapitein Danny meekomt? Ik weet zeker dat het moeder een groot genoegen zal zijn ook u vanavond bij ons thuis te ontvangen. Ze heeft namelijk kapitein Danny uitgenodigd om vanavond wat te komen musiceren en een kaartje te leggen. Het zal me stellig meer dan alleen maar genoegen zijn, mevrouw Ben. Oh, kijk eens, Lizzie. Daar heb je meneer Bingley en meneer Darcy ook. Ze komen hierheen. Ik geloof dat wij nu moeten gaan, Danny. Uw dienaar, dames. Hé, hey, wacht even. Excuseert u mij, mevrouw Lydia, mevrouw Elisabeth. Wel vreemd om er ineens als hazen vandoor te gaan. Alleen omdat ik de naam van meneer Darcy noemde. Juffrouw Elisabeth. Juffrouw Lydia, wat een toeval. Wij waren net op weg naar Longbourn om u te bezoeken. Goedenavond, juffrouw Bennet. Meneer Darcy, zou uw bezoek wellicht uw feest kunnen betreffen, meneer Bingley? Inderdaad, hoe raadt u het? En mag ik dan nu het genoegen hebben u persoonlijk mijn uitnodigingen te overhandigen? Wat jammer dat u niet even eerder langs bent gekomen. Dan had u die beminnelijke vriend van kapitein Danny kunnen ontmoeten. Meneer Wickham. Wickham? Als u hem ook uitnodigt, hoeft Lizzie niet zoveel dansen uit te zitten. Lydia? Ach, iedere vriend van kapitein Danny is natuurlijk van harte welkom. En mag ik dan nu de eer hebben om u naar Longbourn te begeleiden? Graag. Jane zou het ook prettig vinden u nog even te zien. Goed, Bennet. Het spijt me, maar ik moet hier blijven wachten op mijn neef.
Die gedenksteden twijfel ik bewonderenswaardig. Ik heb de inscriptie overgeschreven om hem aan Lady Catherine te laten zien. Oh, neemt u niet kwalijk, wat zei u? Hindert u iets? U kijkt zo vreemd. Kan ik u helpen? Nee, dank u. Het is alleen iets wat ik niet begrijp. Iets vreemds. Verder niets. Oh. Waar me waar vlee! U moet, meneer Wickham. Nee, niet die, anders verliest u. Ach, helpt u hem toch niet meer, van Jay? Hij heeft toch al zoveel geluk. Weet ik het echt niet meer. Ik zou zeggen, deze mevrouw... Nee, mama, niet doen. Hij wil dat u verliest. Nee, stoutertje, nee. Ik ga mijn eigen oordeel af. Ah. Oh. En u ziet wat er dan gebeurt. Oh. Ik geef me gewonnen. Ik ook. En Wickham wint voor de zoveelste maal. De geluksvogel. Wat is het prettig. De eerste beste keer dat je ons een bezoek brengt. Dat u al dadelijk wint. Oh mama, zullen we dan nog een spelletje spelen? Nu kan meneer Wickham een paar voor me met Lizzie. Nee, we mag zijn geluk niet tarten. Meneer Collins, wilt u mijn plaats innemen? Maar neef William is dominee. En dominees mogen nooit één kaart aanraken. Integendeel, lieve nicht Lydia. Lady Catherine is zelfs zeer geporteerd voor deze vorm van verstrooiing. In mijn ambt is iedere nieuwe ervaring in het leven er ene. En als zodanig al een winst. Lieve nichten, daar gaan we. Mag ik bij je komen zitten, mevrouw Elisabeth? Natuurlijk. Uw zuster Lydia steekt haar in de draak met het domineesambt. Ik vraag me af hoe haar reactie zou zijn als ze zou weten dat ik er iets voor bestemd was geweest. U een dominee? Ja, dat komt u onwaarschijnlijk voor, nietwaar? Waarom bent u het niet geworden? Door een tegenslag. De predikantsplaats die mij van een zeer behoorlijk inkomen had kunnen verzekeren, werd na de dood van mijn beschermheer tegen zijn kennelijke wil in toch aan een ander toegewezen. Dat gebeurde te Derbyshire. Hoe laag. Wie was daar schuldig aan? De heer die ik deze morgen trachtte te ontwijken, meneer Darcy. Meneer Darcy? Oh. Ja, ik ken zijn familie reeds vanaf mijn prilste jeugd. Wijlen, de vader van de heer Darcy, was mij zeer toegedaan, hoewel ik slechts de zoon van zijn rentmeester was. Hij zorgde voor mijn opvoeding en hij dacht ook te zorgen voor mijn toekomst na zijn dood. En daarom zegde hij mij de predikantsplaats Pemberley toe. Die de zoon mij echter heeft verhinderd ooit in te nemen tegen de uitdrukkelijke wil van afgestorven in. Maar wat voor reden zou hij hebben om zich zo zonder enige piëteit te gedragen? Die reden was een hartgrondige hekel aan mij. Ja, voor het bestaan werd een verbeten jaloezie. Wellicht waar ik de vader onverschillig geweest, dan had ik misschien de zoon minder tegen me ingenomen. Maar ik moet toegeven, op dit punt ben ik zelf niet geheel zonder vooroordeel. Ja, het is moeilijk om in zo'n geval rechtvaardig te blijven. Maar toen ik meneer Collins de naam van zijn beschermvrouw hoorde noemen, toen komt alles als een golf bij me boven. Mijn neef Collins? En zijn beschermvrouw, hoezo? Weet u dan niet dat Lady Catherine de Burgh de tante is van meneer Darcy? Oh, dat verwondert mij niets. Wat mij allemaal door mijn neef over Lady Catherine is verteld, klinkt mij even onaangenaam in de oren als wat ik reeds van meneer Darcy heb mogen ervaren. U weet toch wel dat Darcy verloofd is? Nee, mama, dat mag niet. Nee. Oh. Met wie dan? Met mejonkvrouw Anne de Burgh, de dochter van Lady Catherine. Ja, een engagement door de ouders reeds beklonken toen de betrokkenen nog in een wieger lagen. Wat voor meisje is Lady, mejonkvrouw Anne? Ze lijkt sprekend op haar moeder, in alles. Dan is ze mij wel duidelijk. De juiste vrouw voor Darcy, om samen met hem een ijselijk paard te vormen. Mocht u ooit uw neef de dominee willen bezoeken, bedenkt u dan wel dat Darcy een geregeld bezoeker is op Rosings? Ik denk dat nog de pastorie, nog Pemberley mij ooit zal zien. Maar het wordt niet tijd ons weer bij de anderen te voegen. Bent u van plan het bal te Netherfield met uw aanwezigheid te vereren? Jazeker. Ja. Ik heb zelf ook een uitnodiging ontvangen, maar ik zal er geen gebruik van maken. Het stuit me tegen de borst een feest bij te wonen met deze meneer Darcy eveneens een gast is. Om onaangenaamheden te voorkomen heb ik besloten de invitatie af te wijzen. Hoewel met bloedend hart. Hoezo? Omdat deze weigering mij het genoegen zal ontzeggen
om met u te mogen dansen. Juffrouw Elisabeth. Herinnert u zich dit vertrek? Ach, die zal ik nooit kunnen vergeten. Evenmin als uw vriendelijkheid in die dagen. Oh, ik wil u heel veel veranderingen aanbrengen. Kom, ik zal u laten zien hoe ik de hol wil laten verbouwen. Oh, dus u bent echt van zins om hier op Netherfield te blijven wonen? Oh ja, ik beschouw het daarom zo als mijn tehuis. Omdat het zo in de nabijheid ligt van iemand die me zo na aan het hart is komen te liggen. Lydia, daar ben je dus. Ik heb heel Netherfield doorzocht om je te vinden. Waarom ben je niet in de danszaal? Ik wacht op meneer Wickham. Waarom is hij niet gekomen? Oh, maar het webelt geen van officier. Je kunt je hart ophalen, kijk maar. En bovendien, kapitein Danny heeft naar je gevraagd. En bedenk wel dat hij buiten zijn inkomen een groot soldij heeft. Kom, kind, ga nu naartoe, kom. En nu ga ik Lizzie voor u halen. Vergeef mij, lieve tante, maar zou het uw goedkeuring weg kunnen dragen als ik later op de avond wellicht Elisabeth een woordje apart zou hebben? Een woordje apart, waarde neef. Een heel sermoen, charmante neef, een heel sermoen. Pardon. Ga nu gaan. Vergeef me, mejuffrouw Lucas, maar danst u niet? Ik had behoefte aan een beetje frisse lucht. Vindt u Netherfield ook zo'n verrukkelijke heerlijkheid, meneer Collins? Nou, ik moet toegeven dat dit buiten mij op een aangename wijze aan lozings doet herinneren. Hoewel, de schust in mantel op lozings alleen al kostte 800 pond. Maar ik vind dat Netherfield toch ook heel aardig is ingericht. Zou Lady Catherine geen bezwaar hebben, denkt u, tegen uw aanwezigheid op een bal? Nou, niet wanneer het bal gegeven wordt door een keurig jong man als meneer Bingley. Een nette gastheer, een net bal. U hebt zich in ieder geval niet onbetuigd gelaten. Och, ik voel het als een plicht mijn lieve nichten de nodige attenties te bewijzen. Vergeef me, mevrouw Lucas, maar is uw balboekje al vol? Nee, ik geloof dat ik nog net één dans over heb. Ja, kijk u eens. Forse hand van schrijven hebt u toch, dominee? Te vars, vindt u? Zo vars dat hij een jonge dame vrees kan inboezemen? Ach, dominee, u zult nooit wie dan ook vrees kunnen inboezemen. Dank u zeer. Hoewel, ach, lieve nicht, ik heb de hele avond er u uitgekeken. Ik begeleid op het ogenblik mijn jonkvrouw Lucas naar de balzaal, maar ik kom terug. En of ik terugkom. Dominee? Kijkt u naar iemand uit, mejuffrouw Bennet? Hoezo? Naar meneer Wickham misschien? Laat mij u dan mogen zeggen dat u uw tijd verspilt. Meneer Wickham zal nooit ergens komen waar meneer Darcy al is. Ik kan me voorstellen dat hij die liever niet ontmoet. Hoed u voor enig vooroordeel.
Geloof meneer Wickham niet onvoorwaardelijk en neem van mij aan dat meneer Darcy hem nooit slecht behandeld heeft. Eerder is het omgekeerd het geval. Kent u de bijzonderheden? Nee, maar ik ken Darcy. In dat geval zult u het mij wel niet euvel duiden als ik liever mij mijn eigen mening vorm. Darcy, deze dans heb je aan mij beloofd. Ik ben juist gekomen om hem op te eisen. Onze waarde neef heeft je een mededeling te doen. De kamer is nu helemaal leeg. Ik geloof dat ik jullie alleen laat. Alsjeblieft, maar blijf. Wat een dominee te zeggen heeft, mag stellig iedereen horen. Nonsens, Lizzie, nonsens. Maar, mama, ik... Heb niet het hart deze kamer te verlaten zonder hem aangehoord te hebben. Mam. Waarde dominee, beste neef, ik... Lieve nicht, uw ingetogenheid doet u geen schade, integendeel. Zij is als een milde bries die het liefdesvuur slechts aan kan wakkeren. Mijn dominese, dat zag ik wel haast op hetzelfde ogenblik dat ik u in de ogen keek. Een bang duifje waarin ik de magerlijke schuchterheid bespeurde die eens als een adelaar haar vleugels uit zal slaan op mijn pastorie. Alsjeblieft, dominee, geen woord meer. Wat ik u bidden mag, lieve nicht, laat mij uitspreken. De redenen van mijn huwelijksaanzoek zijn tweeërlei. Waarde neef. In de eerste plaats doe ik aan mezelf een groot genoegen mee. En in de tweede plaats is het mijn beschermvrouw, Lady Catherine de Bourgh, niet onwelgevallen. Maar heus, waarde neef. Want toen ik Hansford verliet, zeiden ze tot mij, dominee, het wordt tijd dat u trouwt. Doe het snel en kies een vrouw van enige stand te willen van mij en van uzelf. Ik zal dan niet nalaten haar een bezoek te brengen. Hoe sociaal. Ongelooflijk. Ik wist wel dat u verbaasd zou zijn over zoveel tegemoetkomendheid. En daar ik de wettig erfgenaam ben van uw vaders goed, besloot ik mijn keuze te beperken tot mijn nichten, ten einde de familie een zekere genoegdoening te doen na het droeve verscheiden van uw aller papa. Dat was inderdaad zeer behoorlijk van u gedacht. Een bruidschat eis ik niet, want ik begrijp dat deze er nauwelijks op over zal schieten. Maar... Vergeet, lieve nicht, ik zal u nimmer lastig vallen of één woord van verwijt toeroepen in verband met deze tijdens ons huwelijk. U spreekt iets wat overijld, dominee Collins. Ik heb nog niets gezegd. Natuurlijk ben ik zeer vereerd door uw huwelijksaanzoek, maar helaas kan ik niet anders dan het afwijzen. Ik begrijp dat het een elegant gebruik is om hiermee te beginnen. Eerst een afwijzing, te meer waar het hem betreft, die men heimelijk vurig bemint. Ik ken de meisjes. Ach, die jongvrouwelijke trots. Zij kan mijn liefde slechts doen toenemen. Dat weet gij, meisjes van stand. Als een meisje van stand. In staat is een fatsoenlijk jonkman zonder enige reden te kwellen, vind ik dat eenvoudig beneden alle pijn. Ik meen wat ik zeg. Mijn gevoelens staan mij niet toe u mijn ja-woord te geven. Bespaar ons beiden de noodzaak duidelijker te worden. Je drijft het spelletje wel ver, lieve nicht. Maar daar ik het doorzie, kunnen uw woorden mij niet ontmoedigen. Integendeel, mag ik wel zeggen. Wat bent u vrolijk, waarde neef. Ik vermoed dat u spoedig neef af zult zijn. Wat heerlijk, heerlijk. Lizzie heeft zo'n meegaand karaktertje.
Zou ik u zo vriendelijk willen zijn met u de hele toedracht van de zaak te willen vertellen? Ja, ik was er natuurlijk op voorbereid dat ze beginnen zou met nee te zeggen. Heeft ze nee gezegd? Alleen voor de vorm natuurlijk, de volgende keer. Er is geen volgende keer. Lizzie is heel anders. Oh, wat een rampspoed. Als Lizzie nee zegt, dan is dat gewoon nee. Dat kind is zo eerlijk als een domkert en zo koppig als een martelaar. Maar ik zal er een stokje voor steken, nu meteen. Een ogenblik, lieve tante. Misschien is het toch beter zo. Want om de waarheid niet te kort te doen, had ik mij het huwelijk anders voorgesteld dan om hand in hand met een martelaar en een dronkaard door het leven te gaan, zal ik maar zeggen. U begrijpt het niet, waarde neef. Lizzie is zo kniebaar als het deeg waarvan zij straks broden voor u zal bakken. Laat het aan mij over. Meneer Bennet, lieve meneer Bennet. Ach, kom jij zo even hier. Nu wil Lizzie niet met de dominee trouwen. De honderdste maal, mevrouw Bennet, zeg ik u, dat ik weiger mijn studeerkamer te laten behandelen als de een of andere vrijplaats waar men maar in en uit kan lopen. Wat is er nu weer? Eerst wilde Lizzie de dominee niet en nu begint de dominee Lizzie niet te willen. Nu, dat is dan met recht een afgemaakte zaak. Praat jij met haar? Zeg dat ik wil dat ze met hem trouwt, anders spreek ik nooit meer een woord tegen haar. Goed. Ik zal met haar praten. Ik zal haar hier laten komen. Dominee Collins, u bent ook vroeg uit de veren. Goedemorgen, mijn jonkvrouw Charlotte. Mag ik zeggen dat u er onbegrijpelijk fleurig uitziet na het bal van vannacht? Ik heb me nog nooit zo geamuseerd als gisteravond. Wat u me allemaal verteld hebt over uw moestuin in Hunsford heeft me eenvoudig de tijd toen vergeten. Mijn vader wilde me eenvoudig niet geloven. Hij zei, dat kan niet. Zulke snijbonen. Het weer moet natuurlijk ook medewerken. Maar voor alles moet men liefde hebben voor het gewas. En een vaste hand van zaaien en planten. Lady Catherine zag mijn zonnebloemen en zei, dominee, een man als u mag toch niet langer vrijgezel blijven. Wat een bewonderenswaardige vrouw. Ik zou er alles voor geven om haar te mogen ontmoeten. Mejonkvrouw Charlotte, bent u op weg door uw woonsteen? Nee, ik was eigenlijk van plan naar Longbourn te gaan, naar de familie Bennet. Mag ik dan de eer hebben u daarheen te begeleiden? Ik hoopte al dat ik dat genoegen zou mogen smaken. Neemt u dan mijn arm als stut en steun. Op een wandeling die zich overigens bijzonder aangenaam laat aanzien. Past op uw hoofd. Zo, Lizzie. Ik heb begrepen dat de dominee, onze erfgenaam, jou een huwelijksaanzoek heeft gedaan. Ja, papa. En dat jij hem geweigerd hebt. Ja, papa. Mooi. Dan kunnen we nu ter zake komen. Je moeder staat erop dat jij met de dominee trouwt, nietwaar, mevrouw Bennet? Inderdaad, meneer Bennet. En als het niet doet, spreek ik nooit meer een woord tegen haar. En als je wel met de dominee trouwt, dan spreek ik nooit meer een woord tegen je. Dit is te veel. Iedereen is tegen me. Wij zullen tot de bedelstaf vervallen. En dan zal het jouw schuld zijn en die van je eigen vader. Omdat jullie de verzen tegen de prikkels hebben geslagen. Oh. Mijn gezondheid is nog steeds goed. Dank je, mijn lieve. Oh, wat is er nu weer? Charlotte Lucas! Met onze neef. Met onze volle neef. Charlotte? Kijk, kijk. Hij kust haar de hand. Oeh, die valse slang. Hoe heeft hij in zo'n korte tijd zo ver weten te brengen? Die intriganten. Oh, ik overleef het niet. Charlotte en Dominique Collins. Arme Charlotte. Gelukkige Elisabeth. Na hetgeen ik u heb verteld van de relatie die bestaat tussen mijn broer Charles en Georgiana Darcy, zal het voor u wel geen verrassing meer zijn te vernemen dat wij morgen Netherfield zullen verlaten. Wat? Om naar Londen te vertrekken.
Het enige wat mij verdriet is mijn afscheid van u, mijn lieve vriendin. Maar mocht je terzijnertijd eens je verwanten te Londen bezoeken, misschien dat wij elkaar dan weer eens zullen ontmoeten. Laat mij de beste wensen van Charles mogen voegen bij die van je oprechte vriendin, Caroline Bingley. Ja, dat viel verlaten. Dat begrijp ik niet. Ik wel. Het is duidelijk. Hij geeft niets, helemaal niets om mij. Ach, dat doet hij wel. Dit is alleen maar het werk van zijn zuster en zijn vriend, meneer Darcy. Oh, wat haat ik die twee mensen. Ach, Jane. Meneer Bingley houdt van je. Nee, Lizzie, nee. Het is uit voor goed. Als hij wezenlijk van mij hield, was hij toch wel gebleven. Oh, Lizzie. Lizzie, help me om het tegen mama te vertellen. Ja, ze bedoelt het wel goed, maar ze kan je zo'n ondraaglijke schaamte bezorgen. Oh, alsjeblieft, laat haar niet meer over spreken. Alsjeblieft, Lizzie, alsjeblieft.